Vandaag een antwoord op de vraag van Adam. Adam is in het afgelopen jaar heel veel afgevallen. Vele kilo's gewicht heeft hij verloren. Nu is hij onlangs op controle geweest bij zijn tandarts. En toen is vastgesteld dat hij kampt met een vergevorderde tandvleesontsteking. Parodontitis. Dit had hij eerder niet. En nu vraagt Adam zich af of deze tandvleesontsteking, wat nu is vastgesteld waar hij eerder nooit last van had, heeft nooit problemen gehad met zijn gebit, met zijn tandvlees, of dit het gevolg kan zijn van zijn gewichtsverlies. Dat is dus de vraag van Adam. Kan het zo zijn dat het verlies van gewicht van invloed is geweest op de conditie van mijn tandvlees? En dat het een rol heeft gespeeld in het ontstaan van mijn tandvleesontsteking? Zou dat zo kunnen zijn? Omdat dit is opgetreden, hij hiermee kampt sinds het verlies van gewicht. Dat is de vraag van Adam. Nou, Adam. Een ontsteking is het gevolg van schade. Dus wanneer jij een ontsteking hebt in jouw mondholte aan het tandvlees, dat is het bindweefsel wat jouw tanden omhult. Als daar een ontsteking heerst, dan betekent dat dat daar schade heerst. Nou, en wanneer zal dat weefsel wat jouw tanden omhult, het bindweefsel al daar, wanneer zal dat beschadigd raken? Wanneer het regelmatig uitgeput raakt van vocht en voedingsstoffen en niet goed in staat is om schade te herstellen. Wanneer is dat aan de orde? Wanneer zullen jouw weefsels en ook het bindweefsel wat jouw tanden omhult, genaamd tandvlees, wanneer zullen deze uitgeput raken van vocht en voedingsstoffen? Kan als gevolg van die uitputting schade ontstaan en kan als gevolg van die uitputting ook geen herstel plaatsvinden? Met als gevolg dat een ontsteking kan ontstaan, want een ontsteking is een reactie op schade. Dat is wanneer je lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert. Je lichaam moet voortdurend, elke dag opnieuw, heel je leven lang voorzien worden in vocht en zogenaamde essentiële voedingsstoffen. Omdat jouw lichaam die stoffen nodig heeft om met behulp van hormonen je bloedwaardes op peil te houden. Op het moment dat jouw lichaam daar tekorten in ervaart, in vocht en essentiële voedingsstoffen, dan heerst er een slechte voedingstoestand in je lijf. Kan je lichaam niet goed met behulp van hormonen je bloedwaardes op peil houden? Wat wordt dan beperkt? De verdeling van vocht en voedingsstoffen over je weefsels. En wat vindt dan plaats? De uitputting van vocht en elektrolyten uit jouw weefsels. Met als gevolg dat elke keer wanneer je lichaam tekorten ervaart in vocht en essentiële voedingsstoffen, je lichaam niet goed in staat is je bloedvaders op peil te houden, er een slechte voedingstoestand heerst in je lijf, je weefsels, waaronder het weefsel dat jouw tanden omhult, genaamd tandvlees, uitgeput raakt, met schade tot gevolg. En wanneer vervolgens die voedingstoestand in je lijf maar slecht blijft en niet verbetert, dan kan herstel van schade niet plaatsvinden. En zullen de cellen waaruit het bindweefsel wat jouw tanden omhult, waaruit die bestaan, die zullen aftakelen. En dan zal de conditie van je tandvlees verslechteren en zullen ontstekingen ontstaan als gevolg van die uitputting, als gevolg van die schade, als gevolg van die aftakeling van die bindweefselcellen al daar. Dus als antwoord op jouw vraag of je gewichtsverlies een oorzaak kan zijn van jouw tandvleesontsteking, welke nu is opkomen doemen, dat kan wanneer je gewichtsverlies het gevolg is van het volgen van een dieet welke
Je lijf heeft doen uitputten van vocht en essentiële voedingsstoffen, van dus het gevolg van een dieet, welke de voedingstoestand in je lijf heeft doen verslechteren. Weet dus, gewichtsverlies is leuk hoor, maar zorg er altijd voor dat je gewicht verliest met behulp van een dieet, welke wel de voedingstoestand in je lijf goed helpt houden. Want wanneer je lijf de wanneer je dieet de voedingstoestand in je lijf verslechtert, dan zul jij niet alleen overtollig vetweefsel verliezen, maar zul jij gezond weefsel verliezen. Dat zal uitgeput raken, dat zal beschadigd raken, dat zal afgetakeld raken. Dat kan niet goed herstellen. Wanneer jij voortdurend met je dieet je lijf doet uitputten en onvoldoende bijdraagt aan herstel. En dat doe je wanneer je dieet onvoldoende voorziet in vocht en essentiële voedingsstoffen. De naam essentieel, die zegt het al, die stoffen zijn noodzakelijk. Kijk, en we leren allemaal, als je wil afvallen, moet je allemaal stoffen eruit gooien en verminderen, maar zorg er altijd voor dat essentiële voedingsstoffen, dat die altijd in je dieet aanwezig blijven. Dus ja, jouw parodontitis kan het gevolg zijn van je gewichtsverlies wanneer je gewicht hebt verloren met behulp van een dieet welke de voedingstoestand in je lijf heeft doen verslechteren. Dus ja, dat kan.